Deze nieuwsuitzending die gaat over een interview. Wat gestaan heeft, wat je nog steeds kan vinden. Op, de YouTube, op het YouTube-kanaal van De Telegraaf. Dat is onze Nederlandse krant. Een van die grote. De titel van deze post van De Telegraaf is: Doutsen Kroes moet heel erg uitkijken met zulke. Boosts. En Douals-Venkroes, voor wie dat niet weet, dat is een fotomodel. Ik dacht dat ze uit Friesland kwam. Laten we even luisteren naar de intro. Ik heb uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stukjes eruit gelicht. Die gaan we per uh, stukje gaan we die even doornemen. En we beginnen met het eerste stukje. En dat is het intro. Komt-ie. Een opvallend bericht van model Douds en op Instagram. Het topmodel zegt de afgelopen maanden. uren research te hebben gedaan naar het coronavirus. En deelt een aantal vragen waar ze mee zit. En dat zijn niet de minste. Zo zegt ze: waarom is het boosten van ons immuunsysteem. met vitamines en voedsel. dat rijk is aan voedingsstoffen. geen onderdeel om corona te bestrijden? Dat is een goede vraag, vind ik. Huh? Waarom niet? Huh? Waarom niet? Bijvoorbeeld, het is erg goed om um, frisse lucht veel te hebben. Zonlicht is erg belangrijk. En dat je goed eet. En op tijd naar bed en zo. En is het makkelijker om een angstige samenleving te controleren? Willen... Um, uh, is het makkelijker om een angstige samenleving te controleren? Het antwoord is ja, by the way. Dat is een retorische vraag, maar natuurlijk is dat zo. Want als het dan regent, hè, uh, worden er dan dingen nat? Dat, uh, ja, dat ik ook weet, als, oh ja, dus als het regent, dan wordt het nat. Ja, inderdaad, ja. Dus het is makkelijker om een angstige samenleving te sturen. Dus is wel het beste voor ons en met ze bedoel ik de media, de farmaceutische industrie, overheden en de grote bedrijven die andere belangen lijken te hebben dan wij. Er zijn zes bedrijven die bijna alle media bezitten. Is dat niet een belangenconflict? En tot slot: hoe werken de systemen waar we allemaal in zitten? Wie profiteert ervan? Goede vragen, vind ik. En dat van die zes bedrijven die zo'n beetje de hele media in handen hebben, dat is bekend. Opvallende vragen, dus, waarmee de activiteiten van grote organisaties in twijfel worden getrokken en dan wel verdacht worden gemaakt. Het bericht wordt massaal gelijkt en de steunbetuigingen lopen binnen. Maar is zo'n post van iemand met miljoenen volgers niet gevaarlijk? Ja, is zo'n post van iemand met miljoenen volgers niet gevaarlijk? Dat, daar gaat het dan om. Nou, gelukkig hebben we dan een uh, psycholoog gevonden en dat is deze man. Gereageerd? Ja, nou ja, mensen hebben toch een uh, bepaalde behoefte om uh, de wereld te verklaren en daarbij ontlenen ze dat ook. Daarom uh, nou, heeft Willem gedraaid met psycholoog Jan Willem van Prooijen, die gespecialiseerd is in gedrags, gedrag van mensen, gedrag van groepen, gedrag van organisaties. Um, Jan-Willem, waarom als zo'n bekend iemand die, uh, die uh, dit zegt... waarom heeft dat meteen zoveel gevolgen? Waarom wordt daar meteen zo fanatiek op gereageerd? Ja, nou ja, mensen hebben toch een uh, bepaalde behoefte... Even uh, fanatiek op reageren. Uh, het enige wat die reporter heeft laten zien... is een stukje tekst van een half A4... met daarin alleen een aantal vragen... Dus Doutzen Kroes stelt in haar post een aantal vragen. De ja. behoefte om uh, de wereld te verklaren en daarbij ontlezen... De mensen hebben een behoefte om de wereld te verklaren. Dat klopt. Daar heb ik bakstenen nog nooit op betrapt. Ze geven ook heel veel informatie aan ja, bekende personen. Gewoon. Dus uh, inderdaad in dit geval een bekend... Bekende personen gewoon? We, we, sorry? Wat bedoelt hij met bekende personen gewoon? Ja, die hebben gewoon heel veel invloed op hoe mensen over de wereld denken. Die hebben heel veel invloed over hoe mensen over de wereld denken. Ja, die topmodellen, ja, die moet je in de gaten houden, man. Want die hebben echt heel veel invloed op uh, hoe mensen over de wereld denken. Ja, ja, ik weet dat. Ik heb geen verstand van uh, leuke kleuren in mijn woning. En uh, ja, ik heb ook een lampje opgehangen aan mijn plafond. Dat kan je ook wel zien. slaat ook helemaal nergens op. En die spotjes, ja, die kan je allemaal afstellen. Maar heb ik niet gedaan. Ik denk, uh, als er maar een lampje hangt, weet je wel. Dan, uh, ja, dat gifgroen. Uh, ja, mensen zeggen het is gifgroen. Maar ik noem het uh, grasgroen. Ik vind het best mooi. De wereld denken en uh, ja en dat zien we denk ik nu ook ook hier weer terug. Ja want je zou ook kunnen denken ze is geen uh, bedrijfseconomen, ze, ge uh, ze heeft geen expertise in virale ziektes uh, ja. en, en, en daar stappen we dan eigenlijk met z'n allen heel makkelijk overheen. Nou laat ik er even bij stilstaan dat die gozer aan de linkerkant uh, ook geen bedrijfseconoom is en ook geen virusdeskundige. En die gozer aan de rechterkant, dat is ook geen bedrijfseconoom. En ook geen viraal deskundige. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Op de een of andere manier hebben ja, bekende mensen toch al snel meer invloed dan een echte expert. Een echte expert is toch wat lastiger te begrijpen? Een echte expert is wat lastiger te begrijpen. Ja, ja. Nou, ik ben geen expert van hoe je spotjes ophangt, maar die spotjes die hij erop heeft gehangen, die dingen, die moet je ergens op richten. En waar heeft hij die lampjes dan op gericht? Op die schilderijen aan de muur? Nou, ik ben geen expert hoor, maar uh, ik zeg het maar. Uh, dat is, ja, gebruik wat meer moeilijke woorden, is misschien wat stoffiger. En... Ze gebruiken wat meer moeilijke woorden, zijn wat stoffiger. Dat zijn de experts. dan? Ja, als dan uh, een bekend iemand in hele heldere uh, termen zoiets zegt. en dat spreekt dan mensen. Die bekende iemand, die persoon. die staat stil bij het feit dat de media de wereldwijd beheerst worden. door zes conglomeraten. Uh... Ehm. Ja, dan kunnen, kan dat heel veel invloed op mensen hebben. Ja, ze is niet de enige BN die zich uitspreekt in deze coronaperiode. Ehm. Um... Ja, waarom duiken er zoveel uh, complotten of ja, misschien moet je het in haar geval meer verdachtmakingen op in. De... Zij stelt vragen. Uh, uh, en dat zijn vragen en die betreffen die coronacrisis. Die coronacrisis die heeft er enorm in gehakt. Die maatregelen. Haven duizenden overledenen opgeleverd. En duizenden, zo niet tienduizenden euro's aan kosten. per Nederlander. Het lijkt mij dat je een vraag mag stellen. In deze periode. Ja, nou, als er uh, een, een angstige gebeurtenis gaat, uh, gebeurt, dus in dit geval een, een pandemie die ons hele leven en de hele maatschappij ontregeld heeft, dan uh, zoeken mensen. Ik moet hier even wat van zeggen. De pandemie heeft ons leven niet ontregeld, maar de maatregelen. Want tot en met week 11 van 2020 waren er minder mensen overleden in Nederland dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dus in 2019. Dus toen Mark Rutte die maatregelen afkondigde, was er op dat moment in Nederland niks aan de hand. Goed bij de les blijven als je luistert naar deze. Hoe moet je dit noemen? Ja, ik noem het tuig. Naar verklaringen. En daarbij uh, gaan mensen als een soort ja, haast zelfverdedigingsmechanisme. snel uit van het ergste van de mens en van machthebbers. Dus al heel snel uh, gaan mensen dan denken dat ja, dit een, een, een complot is. waarin uh, smerige spelletjes worden gespeeld door machtige mensen. die we niet zien, uh, die achter de schermen plaatsvinden. Dus mensen gaan eigenlijk al heel snel een beetje uit van het ergste. Mensen gaan heel snel al een heel klein beetje uit. Van het ergste. Nou, de vraag van Duitse Kroes was: waarom is er geen aandacht in de media voor het stimuleren van je afweersysteem en wat daar de meest voor de hand liggende instrumenten voor zijn? Zoals frisse lucht, ventilatie binnen het huis, voldoende zonlicht, ontspanning en gezond eten. Ja, want als je even de recente geschiedenis van de afgelopen honderd jaar neemt, zijn wij mensen bekend met, 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 met virale infectieziekten. Zo onbekend is het toch eigenlijk niet? Waarom gaan we, grijpen we wel naar die onbekende organisaties, maar niet even terug in de recente mm. geschiedenis van. Onbekende organisaties? Welke onbekende organisaties? Ze heeft het over die zes mediabedrijven die de hele media in handen hebben. En die bepalen wat er in de krant komt te staan en wat er op tv te zien is. En op internet. Namelijk deze onzin. Dat zijn niet die organisatie. Het is dus, 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 uh, helemaal bekend. En dat virus. Kijk, tot en met week 11 waren er in Nederland minder overledenen. dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. De sterftegolf kwam nadat de maatregelen werden afgekondigd. En dat was zo in Nederland en dat was zo in Italië. Terwijl in Italië waren die maatregelen veel eerder en dus ook die sterftegolf veel eerder. En in Engeland en Wales hetzelfde verhaal, maar dan later. En in New York City hetzelfde verhaal, maar dan ook weer iets later als in Nederland het geval was. Dus elke keer zie je dat die maatregelen worden afgekondigd en dat er bejaarden sterven. In eenzaamheid. Hou op over virussen. Het, het punt is niet dat Duitse Kroes uh, het bestaan van virussen ontkent. Dat doet ze helemaal niet. Zij stelt vragen bij de maatregelen. En ze stelt vragen bij de spreekbuis die ons toespreekt. En dat het allemaal afkomstig is van zes bedrijven. En zullen die zes bedrijven onderling ook afspraken hebben? Nou, waarom dacht je van niet? Ja, we hebben nou eenmaal elke 20, 30 jaar een of andere outbreak. Ja. We hebben nou één keer eens in de 20, 30 jaar een of andere outbreak. Oh ja, joh. Hoe kom je erbij? We hadden aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een uitbraak van wat we noemen de Spaanse griep. En als ik mij goed herinner, was dat met name onder soldaten. En boze tongen zeggen dat die soldaten allemaal injecties hadden gehad. met beschermende middelen. En dat het mogelijk is dat die beschermende middelen een beetje bijwerking hadden. Dus we hebben het over. Nou, um, wat er denk ik gebeurt is dat uh, mensen toch heel veel moeite hebben om te accepteren dat zoiets enorms als, een, uh, als de pandemie die we nu zien uh, ook uiteindelijk maar een hele kleine oorzaak kan hebben. Zoals een piepklein virusje wat ooit is ontstaan is op een dierenmarkt in, uh, in China of ooit is gemuteerd is en op de mens is overgesprongen op die uh, dierenmarkt moet ik eigenlijk zeggen. Um, dus ja, en dat zie je denk ik ook bij heel veel andere rampen terug. Dus dat zal. Tot en met week 11 van 2020 waren er in Nederland minder overledenen te betreuren dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. En in oktober 2019 is er een congres afgesloten, afgerond. En dat behelste de maatregelen die men zou gaan treffen als er een wereldwijde pandemie zou komen... Van een coronatype virus. Dus daar waren ze in oktober 2019 al mee bezig. In week 11 van 2020 waren er in Nederland minder overledenen dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Zag je ook naar de moord op Kennedy bijvoorbeeld? Dan zag je ook. Uh... De moord op Kennedy. Gaan we daar weer over beginnen? Dat heeft niks te maken met de moord op Kennedy. Ja, en als jij je nu gaat verdiepen in de moord op Kennedy. dan kom je erachter dat die hele zaak stinkt. Het is allemaal even net iets te toevallig. Dat is het punt met de moord op Kennedy. En als je het dan toch hebt over de moord op Kennedy. heb het dan ook eens over de moord op Abraham Lincoln. Of de moord op Willem de Zwijger. Of de moord aanslagen op Koningin Elisabeth I. En de moord aanslagen op de, haar troonopvolger. Wie was dat? Dat is een verfamilieled of zo. Koning Jacobus noemen wij die. Kijk, we kunnen alles er wel bij gaan sleuren, maar we hadden het nu over uh, duitse Kroes, die gevaarlijk bezig was. Uh, eigenlijk heel veel sentimenten. Van, nou ja, uh, dat is eigenlijk heel niet. veel sentimenten. Wat nou? John F. Kennedy is op klaarlichte dag, aan plein publiek, doodgeschoten, vermoord. En dat was dan vanwege een doorgedraaide man. Maar dan blijkt dat die man een bekende was. En die zou helemaal in zijn eentje hebben gehandeld. Ja, dat is dan uh, lekker makkelijk, hè? Dat zijn geen emoties, dat is nadenken. Dat kan toch niet zo'n hele kleine oorzaak hebben? Maar ja, dat kan natuurlijk gewoon wel. Uh, kleine gebeurtenissen kunnen enorme consequenties hebben. Ja, is het nou gevaarlijk dat ze dit zegt? Want hè, ze heeft veel volgers. En uh, ze zegt eigenlijk: uh, legt ze hele fundamentele vragen over de manier waarop onze maatschappij is uh, ingericht. Ze legt heel veel achterdocht daarin neer. Is, is dat gevaarlijk? Achterdocht? Omdat je een vraag stelt? Waarom het woord achterdocht? En wat is er mis met achterdocht? Wij zijn voorgelogen over zo'n beetje alles van de geschiedenis. De Vietnamoorlog bijvoorbeeld. Die Amerikanen gingen helemaal op de achterste benen staan toen er in de kranten een bericht kwam over het incident in de golf van Tonkin. Maar dat incident, het heeft alleen maar in de krant gestaan. Dat is niet echt gebeurd. De aanval op Pearl Harbor was van tevoren bekend bij de Amerikaanse overheid. De, het Amerikaanse verkenningsschip de USS Liberty is met opzet door het Israëlische leger, dus in opdracht van de Israëlische regering, getorpedeerd en beschoten en gekanoneerd, of hoe weet dat. Er zijn doden bijgevallen. Dat schip is als door een wonder niet naar de bodem van de Middellandse zee gegaan. En Israël zat erachter en niet Egypte. Nou, ze kan nog even doorgaan. Uh, nou ja, dat ligt eraan, denk ik. Uh, kijk, het is natuurlijk niet zo dat er nooit iets gebeurt. Hè? Het is niet zo dat corruptie niet voorkomt onder, uh, onder machthebbers. Uh, ja, tegelijkertijd denk ik wel dat je heel erg moet uitkijken, zeker in zo'n pandemie als nu, uh, om op de stoel te gaan zitten van uh, viroloog. of dat je, uh, op de, ge, uh, of dat je uh, gaat proberen adviezen te geven uh, van sla dat advies van die experts in de wind of waarom. Welke adviezen geeft ze dan? Zij stelt een paar vragen. Zij heeft bedenkingen bij de, de aard van de maatregelen en hoe die helemaal voorbij gaan, die maatregelen, aan de menselijkheid. Er is zoiets als dat je in de lente en in de herfst dat je die, die sterftegolven hebt elk jaar dat hoort erbij. Punt. En dan dit soort maatregelen. Neem in ieder geval meer multivitamine of dat soort dingen. Um... Dus ja, ik zou toch een klein beetje oppassen in dit soort gevaarlijke situatie om uh, de motieven van experts in twijfel te trekken eigenlijk. Ja. We dus je mag de motieven van de experts niet in twijfel trekken. Dus het maakt niet uit wat een expert voorstelt, hè, wat zijn idee is, want we moeten dit gaan doen omdat die persoon een expert is, mag je niet twijfelen aan zijn motieven. Ja, ja. Dat is de grondwet van meneer de psycholoog. Wij, uh, wij worden ook genoemd, de media. Uh, we worden vaak uh, ook, ook de oorzaak genoemd dat er zoveel paniek is uh, rondom zo'n ziekte. En er zitten maar een paar grote mediaorganisaties op de achtergrond. Terwijl. Ja, fusies van, van, van bedrijven is natuurlijk vrij normaal. Wacht even. Fusies van bedrijven is nog is vrij normaal. Maar waarom van mediabedrijven? Ook. Waarom zouden wij niet liever uh, een veelheid aan Media hebben. die onafhankelijk. van elkaar. werken. Ja. Kijk, dat je, als je toiletpapier maakt. en je doet het goed. dan kan je toiletpapier maken voor de hele wereld. Moerinkaan. Of macaroni. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar bij de pers, bij de media, ik snap niet waarom de media in China uh, aangestuurd moet worden vanaf een centraal punt en dat dat centrale punt niet alleen de media in China onder zich heeft, maar ook de media in Europa. Wat heb je eraan? Wat worden wij er wijzer van? Er zijn hele grappige filmpjes op YouTube te vinden. Waarin bij een bepaald ochtendprogramma in Amerika. Een bepaalde frase wordt geuit door een reporter. En dan op een andere zender. Precies dezelfde frase. Tot op de letter gelijken. Precies dezelfde woordkeuze. En dan denk je, hé. Hey, die de ene is van ABC, die andere is van NBC en ze zeggen precies hetzelfde. En dan komt er iemand van Fox News en die zegt ook precies hetzelfde. En dan komt er iemand van uh, RWKTW, een lokaal station ergens in Florida, ook zo'n ochtendshow, en die zegt precies hetzelfde. En dan hoor je die ene frase dertig oh, keer passeren. Dat, daar heb je dan toch een vraag over, of niet? Wat, wat maakt het dat die achterdocht naar die media uh, altijd zo groot is en blijft? Nou, dat komt omdat de media gelogen heeft tegen ons. Punt. En dat doen ze op de scholen ook met onze kinderen... Als ze de kinderen geschiedenisles gaan geven. Ja, ik denk dat het niet alleen maar de media is. Het is macht in het algemeen. Uh, de media heeft natuurlijk heel veel invloed op wat mensen denken en voelen en hoe ze de wereld waarnemen. Maar ja, er is ook heel veel achterdocht naar politici, er is ook heel veel achterdocht naar uh, managers, er is ook best wel wat achterdocht naar wetenschappers, journalisten. Uh, dus het gaat eigenlijk uh, in bredere zin om uh, mensen die invloed uitoefenen op de maatschappij en uh, daarmee toch ook macht hebben. Dus mensen zijn heel ja, achterdochtig en, en wantrouwend ten opzichte van, van macht eigenlijk. Het, is dus, het gaat dus eigenlijk om macht. Ja, opvallend is dat. Um, nou, er gaan veel complottheorieën gaan rond. Maar het zou ook. Dan maar... komt hij weer met complottheorieën. Kijk. Er is naar mijn mening. maar één. complottheorie. En die vinden wij. de oudste melding van die ene complottheorie, die vinden wij in het Oude Testament in het boek Jesaja. Dus de gewone ene, dit is Jesaja 29, Jesaja is een profeet en het boek Jesaja is dan van hem, van hem opgedragen, ik weet niet precies wat de achtergrond is, maar het gaat over de profeet Jesaja en daar staat in vers 15 van hoofdstuk 29: Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us. Of in het Nederlands. Wee degenen, wee dengenen, die zich diep versteken willen voor den Heere, hun raad verbergende. En welker werken in duisterheid geschieden. En zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? Um, dan kan je gaan opzoeken hoe oud dit stuk tekst is. Maar dat is dus in elk geval ouder dan 2000 jaar. 3000 jaar. 2500 jaar. Er is dus niks nieuws. Dus wij, degenen die zich diep versteken willen voor den heren... hun raad verbergende, hun raad, het is een overleg. Een vergadering, hun kansel. En die werken in de, de duistere En zij ze zeggen wie ziet ons en wie kent ons. Ze lachen ons uit. Dat is de samenswering. En de term die daarbij hoort... die is Babylon. Dat zegt de Bijbel. Nou, kijken wat zij nog te zeggen hebben. Waar oh, zat ik? Ja, hier. Komt-ie. Het zou maar kunnen zijn dat de pandemie over een. tussen nu en een jaar over is. en dat het leven dan weer zijn normale. Uh, gang... Hier gaat-ie stotteren. Kijk, tot en met week 11. was het aantal mensen dat in Nederland overleden was. minder dan het aantal mensen dat overleden was. in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Dus toen was er niks aan de hand. Toen kwamen die maatregelen. En uh, toen zijn er in een periode van acht weken. 9.500 mensen meer overleden dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Sinds week 20 zitten we weer normaal in die zin dat sinds week 20 tot en met week 28 er weer minder mensen overleden zijn dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. En waar haalde hij dan de idee vandaan dat we nog steeds midden in een pandemie zitten. die misschien nog wel een jaar kan gaan duren? Er is geen enkele onderbouwing. als je uitgaat van de sterftecijfers. van het Centraal Bureau voor Statistiek. Vraag van mij aan jou. Heeft, dan zou je kunnen zeggen: Ja, al die theorieën en al die bangmakerijen. die, die blijken achteraf helemaal niet geklopt uh, te hebben. Maar zou er weer een nieuwe pandemie zich voordoen, dan begint het helemaal weer opnieuw. Waarom, waarom zit er dan geen lerend vermogen in? Ja, ik denk toch dat. Uh, kijk, het is. Wat zegt hij hier nou? Dus. als die pandemie over een jaar voorbij is. Dan, dan gaan we lopen klagen. Ja, nou, die maatregelen. Dat is allemaal bankmakerij. Want de pandemie is voorbij. En, en dan zegt hij, ja, maar dan krijgen we er weer een. En, en dan gaan we weer helemaal van vooraf aan beginnen. Van vooraf aan beginnen met wat? Die maatregelen hebben bijna 10.000 doden opgeleverd. En nu zitten we weer netjes onder de sterftecijfers van het vorige jaar. En waar heeft hij het over? zo dat uh, angst, dat voelen we toch een beetje in het moment. En um, ja, op het moment dat we, dat we gerustgesteld zijn, dan is ook de behoefte om die gevoelens te reguleren ook een beetje verdwenen. En uh, is ook die behoefte om uh, ja, naar groteske verklaringen te zoeken, uh, toch wat meer naar de achtergrond verschenen. En op het moment dat er weer een nieuwe situatie ontstaat, weer, weet ik veel, een nieuwe pandemie of een andere ramp die ons overkomt, uh, ja, dan begint het toch weer een beetje van vooraf aan. Dus ik denk uh, dat uh, ja, uh, dat leren te vermogen... Uh, Um, ja, dat zou, Kijk, complottheorieën die, uh, ontstaan veel meer door emotie... en veel minder door, door, door de reden eigenlijk. Het begint echt met gevoelens van angst. En uh, ja, daarom... Dit is een hele mooie. Nog even terug... Weet ik wel, een nieuwe pandemie of een andere ramp die ons overkomt. Uh, ja, dan begint het toch weer een beetje van vooraf aan. Dus ik denk uh, dat dat, uh, ja, uh, dat lerend vermogen. Um, ja, dat zou, kijk, complottheorieën die uh, ontstaan veel meer door emotie. Hè? Complottheorieën die ontstaan veel meer door emotie. Dus, Jesaja... Toen die schreef, we dengenen die zich diep versteken willen voor den heren, hun raad verbergende, en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Dat toen Jesaja dit opschreef, toen was Jesaja in een emotionele bui. Er is een banket geweest waarbij een van de telgen van de familie Rockefeller zijn dank uitsprak aan de aanwezigen bij het banket, die van de pers waren, van de media. En hij zei: als we jullie medewerking niet hadden gehad in het uh, uit het nieuws houden van dat wat we daadwerkelijk aan het doen waren al die tijden. Als die media niet zo netjes hadden meegedaan, was het ons nooit gelukt. En wat is hier emotioneel aan als je je daarover opwint? Of opwint als je het alleen maar constateert. Dit is gezegd: John F. Kennedy heeft een hele beroemde samensweringsspeech gehouden. John F. Kennedy heeft gesproken van een samenswering in Amerika die monolithisch is. Dus een samenswering uit één stuk. Een reusachtige samenswering uit één stuk. En die is doodgeschoten. En ben ik nu emotioneel? Nee, hoe kom je erbij? Dit is de waarheid. En deze mensen. ik. Ik, ik heb er geen woorden voor. Ik, ik zou bijna zeggen: twee minuten stilte voor die 10.000 overledenen door de maatregelen. En tot mijn plezier zie ik dat er 500 mensen zijn die de moeite hebben genomen om het te disliken. Nou, dat is maar goed ook. Ook al die commentaren erop zijn allemaal pro doutsen kroes. Ik vraag me af of ze deze idioterie nog wel kunnen verkopen. Dit wordt heel irritant. Dit is heel beledigend voor ons denkvermogen. Ik ben een keer. Toen ik mijn dochter had overhoord met haar geschiedenis tentamen, voorbereiding, toen heb ik een afspraak gemaakt met de geschiedenisleraar. En hem geconfronteerd met: uh, wat is dit? Noem je dit geschiedenis? Ja, dat ging over 1750 tot 1850 ongeveer. Een hele belangrijke periode voor uh, Europa. En het enige wat we doen uh, is Karl Marx de hemel in prijzen en ons koningshuis. Ja, ja. En ik wil alle ouders uh, op het hart drukken om als je kind van school komt om het te ondervragen. Van wat hebben ze jullie nu weer lopen vertellen? En dan maar hopen dat je kind zo eerlijk is dat het uh, regelrecht opbrieft, opbiecht. wat de, het onderwijs en het personeel heeft verkondigd. Ik haalde mijn dochter een keer van school. en die was helemaal onder de indruk. en die zei: van, Nou, pap, we kunnen voortaan geen haring meer eten. Want de zeehondjes verhongeren en het is hun haring. Tja. Hey, ik ben benieuwd hoe dit verder uh, gaat. Ik hou ze in de gaten hoor. Dus, uh, als ik weer een keer wat zie op de telegraaf of uh, bij de Gelderlander, of zo, dan kom ik er heus wel weer een keer op terug. Waarom niet? Ik moet toch wat te doen hebben op een zondagochtend met een kopje koffie? Dus, vol goede moed en uh, ja, niet geïrriteerd, niet, niet gedingen, is helemaal niks. De, wat deze twee heren doen is misdadig. Punt. Het zal je, het zal je buurman maar wijzen. Dat is het enige. Ze zijn dom. En misdadig. Ze zijn opzettelijk dom. En ze hebben een leuke baan. Ze hebben meer geld in de maand dan ik. En dat lijkt me terecht. Hebben ze in ieder geval nog iets wat ze ervoor gaan krijgen in geld? Voordat ze, hè, zoals de Bijbel zegt, eeuwig gaan branden in de hel. Want dit loopt niet goed af voor deze twee jokers. Dat kan ik je wel vertellen. Romeinen 12, vers 19. En dan de King James versie, vind ik zo mooi. Hè? Dearly beloved, vengeance mine, says the Lord. <laughs> Tot de volgende over de corona. Doei.